Ziekenhuizen hebben beter kunnen inspelen op de tweede golf van de COVID-19-pandemie in Suriname. Het grootste probleem waarmee ziekenhuizen momenteel echter te kampen hebben, is het tekort aan IC-verpleegkundigen, zegt Naveen Ramdani, intensivist van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP. In het AZP zijn er momenteel 23 intensive care bedden beschikbaar, die verdeeld zijn tussen COVID-zorg en de reguliere zorg. Het Slans Hospitaal heeft er 12. Op dit moment is er een capaciteit om de patiënten op te vangen. Maar niet om aan elke bed een IC-verpleegkundige te plaatsen, omschrijft Ramdani de situatie. Het belangrijkste is zeg maar, dat u moet weten dat we nog meer IC-bedden kunnen bouwen. Maar personeelsgebrek in Suriname op alle fronten speelt helaas een grote rol. We hebben ook uitvallers, omdat ook die verpleegkundigen moe zijn en of COVID krijgen bijvoorbeeld. En het wordt dus eigenlijk haast onmogelijk om alle bedden van personeel te voorzien. Terwijl we de apparatuur wel hebben en zelfs meer capaciteit kunnen creëren voor intensive care bedden in Suriname. En er zal een moment komen als we te veel IC-patiënten krijgen, dat we helaas patiënten zullen gaan moeten weigeren op de intensive care. En we hopen dat we dat punt niet gaan bereiken. Dus laten we elkaar helpen. Ik denk dat Suriname het heel goed doet. En dat iedereen echt ook wel zijn best doet. Even doorzetten met z'n allen alsjeblieft. Ramdani legt verder uit dat hoe ernstiger de situatie van een patiënt wordt, hoe meer verpleegkundigen aan het bed nodig zijn. In de regel kunnen COVID-19 patiënten al binnen 5 dagen worden ontslagen van de IC-afdeling, zegt de intensivist. Patiënten die liggen, als ze jong zijn met ernstige klachten, liggen ze ongeveer gemiddeld toch wel 3 dagen tot 5 dagen. En de mensen met, die wat ouder zijn of ernstige longafwijkingen hebben, die liggen langer. En we krijgen ook patiënten met de nierklachten of andere orgaanklachten, die liggen wat langer of helaas loopt het voor die patiënten niet altijd helemaal goed af. Maar gelukkig zeg maar, met de nieuwe strategieën kunnen we patiënten eerder opnemen en we kunnen ze ook eerder ontslaan. Begrijp je? Dat je die reguliere zorg moet doorgaan. Want mensen worden ziek zonder COVID. Dus je moet en COVID redden en je moet deze patiënten redden. Dat is het idee eigenlijk nou toch. Het is echt zwaar. Ah, ik ben ook moe man. Saring bag je ook toe, begrijp je? Saring bag man. Forceren, hossel en hossel. En die ouders die ziek worden, ze gaan gewoon dood hier bij mij. Ja, dat ziet u elke keer. Ja toch? Dat is het wat zoveel pijn doet, vind ik. Die jongeren worden beter met een beetje hossel. We gaan straks laten zien hoe we mensen draaien en zo. En dan worden ze beter na 5 dagen op de IC. Met nieuwe technieken en strategieën. Maar die ouders trekken het niet, man. Die COVID frikt al die spieren op, dus je hebt die kracht niet om te ademen, toch? Als je benauwd bent. Naveen Ramdani, intensivist bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De teller staat momenteel op 689 actieve cases, waarvan 13 op de IC liggen. Jammer genoeg zijn tot en met gisteren 146 personen overleden aan de gevolgen van het oplopen van het virus.